Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 62 hier in Mexico. Gaan we weer richting het einde van seizoen 4. En ja, heb je die vorige video in de Verenigde Staten gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en zij die video bescheiden. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijks F1 22 My Team Career Mode content. Later pushen naar die 170 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. Verstappen stelde helaas teleur. Alweer niet in de punten. Al de derde keer dat de Nederlander niet in de punten is geëindigd. Wij pakten daar weer een overwinning. Interessant. Heel interessant. En de constructeurstitel komt steeds dichterbij. Er komt ook een update van de aerodynamica aan. Dus dat is goed om te zien. You'll be on the car ready for the next race weekend. En staan er goed voor bij de development program. Oftewel de vehicle performance. Kunnen helaas geen update bestellen. Er is wel eentje van het chassis binnengekomen. Die zagen jullie toen net op het scherm. Dus de auto wordt alleen maar beter en beter. Er is volgens mij ook geen regulatieverandering in seizoen 5. Dus dat betekent dat we nogmaals... de stijgende lijn kunnen gaan vasthouden. Goed om te zien en het is tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 62 in Mexico. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1 en moeten ervoor zorgen dat wij door kunnen gaan naar Q2. Het gaat volgens mij gewoon goed komen, dus maak je daar niet al te veel zorgen over. Nice. De auto is hier gewoon goed. En de topsnelheid zit hier ook mee, 343 km per uur. Missen daar wel daardoor Apex bocht nummer 1. Voor die tijd maken we allemaal weer goed in sector 2, want het is paars daar. Goed gedaan. Nu is het op naar het stadion gedeelte. En dan de laatste bocht. En dat is... de snelste tijd met een 1:16.243. Goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. En ik verwacht hier ook gewoon door te kunnen komen naar Q3. Is het hier weer DRS geopend. En dan is het de topsnelheid van ons die eigenlijk ten goede komt. Eerste bocht nemen wij heel erg goed, jazeker. En dan komen we weer aan bij het stadiongedeelte, terwijl de motor al wat beschadigd begint te raken. Onderdelen lopen al wat gevaar op, maar die moeten deze race gewoon nog mee. Want als wij nu componenten gaan wisselen, dan starten wij helemaal achteraan. En wij noteren de snelste tijd met een 1:16.085. En dan zijn we aanbeland bij Q3. En Michael Schumacher is ook door. Goed gedaan. Hij kan ons helpen om nog verdere stappen te nemen naar onze eerste constructeurstitel. Want ook die is 3 keer naar Ferrari gegaan. Dus wij moeten gewoon de dominantie zien te doorbreken. Red Bull is ook nog in competitie voor die titel. Dus daardoor is Schumacher belangrijk. Hij moet punten gaan afpakken van de beide Red Bull rijders. Ik kom aan bij het einde van mijn run in Q3. En dan laten wij een 1:15.000 noteren. Goed gedaan en dat is goed genoeg om naar de pole position toe te rijden. Norris naar P2 komt ruim 18e tekort. Leclerc P3, Verstappen 4, Schumacher 5, goed gedaan. Staat wel voor Perez, achter Max. Dus kijken wat hij kan doen. En dan gaan we ons opmaken voor de race hier in Mexico. Voor aflevering nummer 62 van F1 22. My Team Career Mode, daar gaan we dan. Wow.
Welcome to Mexico City, the most populous city in North America and home, of course, to the Mexico City Grand Prix. It's a sellout crowd as usual here at one of the shortest circuits on the Formula One calendar. And who, I wonder, will they be cheering on the top step of the podium today? The Autodromo Hermanos Rodriguez, 2.6 miles of track that allows the drivers to take full advantage of their cars reaching speeds in excess of 220 miles per hour and providing lots of opportunities for overtaking. The circuit features 17 corners, 10 to the right and the remaining 7 going to the left. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Michael Schumacher, Fernando Alonso, and Gasly, Magnussen, Mick Schumacher, Albon, and Max Verstappen, Teo Porcher, Sainz, they've taken a grid penalty, Guan Yu Zhou, and Perez, Stroll, Tsunoda, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Robert Schwartzman and Esteban Ocon, they've taken a grid penalty, Oscar Piastri, Tictum, Russell and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid en gaan ons gewoon voorbereiden voor de wedstrijd. 36 rondes lang moeten wij rondjes rijden. En dan, als het goed gaat, is deze overwinning ook voor ons. Maar eerst de formation lap. De banden opwarmen, de remmen opwarmen. Nou, heel veel informatie van de engineer, wat we eigenlijk al lang weten. Eigenlijk al 62 aflevering al weten, maar goed. Daar kan hij ook niks aan doen. Hij moet ook even zijn wekelijkse aandacht moet hij ook even krijgen. Dus dan krijgt hij dat van ons. Komen we aan bij de gridslots. Geen regen verwacht. Goed gezegd. En komen heel mooi in onze gridpositie terecht. En dan gaan we gewoon wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 62 van F1 22 My Team Career Mode. De grote prijs van Mexico. Staat op het punt. Ja, laat mij uitpraten. Staat op het punt te beginnen. En dan gaan de lampen uit en we zijn onderweg komen. Goed weg. Heel goed weg. Norris slecht weg. Leclerc al gelijk. Naar P2. Schumacher naar P5. Verliest dan een plekje aan Fernando Alonso en Gasly. Schumacher verliest terrein. En Leclerc aan de buitenkant kan er niet voorbij. We gaan een klein beetje wijd, maar het is geen probleem. Schumacher en Gasly knokken samen om P5. Zitten we einde ronde nummer 1 als we daar Charles Leclerc hebben. Die kijkt misschien naar de buitenkant. En wij gaan hier een beetje wijd. Heel erg wijd zelfs. En Leclerc pakt de leiding. Maar wij nemen daar een kortere lijn. Raken de Monegask op zijn voorvleugel. Maar nog steeds aan de leiding. De vraag is, moet Leclerc naar binnen voor een nieuwe neus? Nee, hij rijdt door. En zit er heel dicht op. Wij gaan nog gelijk van de lijn proberen te veranderen. Lukt niet, want Leclerc zit daar al aan de buitenkant. En is er voorbij. Ook Lando Norris kijkt bij ons aan de binnenkant. Leclerc verdedigt die binnenkant. Norris kan er niet langs. En wij kijken aan de buitenkant van de Monegask. En hij verprutst daar heel die eerste bocht. En wij pakken de leiding terug.
in ronde nummer 2. Goed gedaan. Nu wegrijden van Norris en Leclerc. De vraag, kan Michael Schumacher meekomen? Ronde nummer 4 als wij van lijn gaan veranderen om de toe te breken van Charles Leclerc. Maar die zit eraan te komen. Heeft DRS en slipstream en overtake is er voorbij. En heeft de leiding afgepakt. Leclerc heeft het hier wel lastig, dat zie ik. Maar behoudt de leiding. En wij kunnen nu terugkomen, hebben helaas geen DRS. We moeten het hebben van de ERS en de slipstream. En kijken hier naar de binnenkant. Komen van ver. Dat lukt wel. Kan Leclerc terugkruisen? Nee. Wij gaan daar wel een klein beetje wijd. En Leclerc ziet dit aan de binnenkant. Maar daar is geen ruimte. En hij raakt onze zijkant. Leclerc zijn voorvleugel is beschadigd. En raken elkaar daar nogmaals. En Leclerc moet naar binnen voor een nieuwe neus in de vierde ronde van de race. En leidt daar heel veel paceverlies bij het ingaan van de bochten. Aan boord bij Leclerc wat er zo net is gebeurd. Hij denkt hier achterlangs terug te kruisen. En wij knijpen hem eigenlijk al af. En het is Leclerc die zelf tegen mijn auto aanstuurt. Ik wil eigenlijk zeggen naar mijn auto stuurt. Het is echt tegen mijn auto aanstuurt. Want Leclerc dacht nog ruimte te hebben. Alleen die had hij niet. Dat is pech voor Leclerc. We zitten in de 14e ronde van de race. Als het daar volgens mij geel is in sector 2. Er valt iemand stil. Dat is volgens mij Sergio Perez. Jazeker, Perez uitgevallen in de race. De eerste uitvaller van de dag. En de beide Schumachers op 4 en 5. Mick voor zijn vader Michael. Dus dat is leuk om te zien. Herhaling wat er is gebeurd met Perez. Motorisch probleem. De Honda motor stopt ermee. 0 punten voor Perez. Pijnlijk voor Red Bull. Heel pijnlijk. En dan zitten we in de 16e ronde van de race. Als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan naar de harde band. Met nog 20 rondes te gaan. Dus dat moet wel goed gaan komen tegen het einde van de race. Norris naar binnen. Schumacher op P5. En die rijdt door. 2.4 is de pitstop. Goed gedaan. En komen terug. Op P8. Achter Esteban Ocon. Dat is 3.9. En moeten nu deze harde banden zien op te warmen. En als we op temperatuur zijn, dan kunnen wij weer vol gaan stampen, stampen, stampen. Norris op 3.2 gereden. 3.3 inmiddels. Dus dat is hartstikke goed. Herhaling wat er in ronde nummer 15 is gebeurd. Alonso viel dus uit. Ook een probleem bij de Alpine. En 0 punten voor de Spanjaard. Net als Perez, ik denk een motorisch probleem. En dat is jammer, jammer, jammer. Ronde nummer 22, als we daar Norris hebben, wordt de leiding. Maar wij remmen laat terug. Dat lukt. Ocon is naar binnen gedoken. Zo op P4. Hij moet nog een keer naar binnen. We stappen op het podium. Mick Schumacher op P5. Doet hij goed voor Haas. Beide Hazen trouwens in de punten. Norris probeert het aan de binnenkant. Lukt niet. Aan de buitenkant lukt ook niet. Wij schieten hier wel door. Dat ziet Norris. Maar wordt daar even flink de uitgang verwezen. Oftewel flink wijdgeduwd. In de 22e ronde van de race. Nog 14 rondes te gaan in de wedstrijd. Zit in ronde nummer 23 van de race. Norris probeert het aan de buitenkant. Lukt niet. En Max Verstappen komt steeds dichterbij. Het gat is 6.6. Ik denk dat Mick Schumacher geen kans maakt voor een podium. Ik ben wel benieuwd wat Carlos Sainz kan. Maar die zit vast achter Schumacher. Wij gaan hier weer een klein beetje wijd. En Norris ziet die binnenste lijn hier. Maar kan er niet van profiteren. Is slim.
in tegenstelling tot Charles Leclerc. Ronde nummer 25 is het. Norris aan de binnenkant. Lukt dat? Dat lukt. Hij is er voorbij, maar verpest daarmee zijn exit. Richting die tweede en derde bocht. En wij pakken hem weer mooi terug. Sainz voorbij Mick Schumacher. En Verstappen volgt op 5 seconden van ons. Dat gat wordt alleen maar kleiner en kleiner. Omdat Norris en ik dus zo vaak vechten met elkaar. Hier kan Norris helemaal niks. Zometeen volgt dat DRS gedeelte. Sector 3. Ingaan stadion. Maar ook hier kan Norris helemaal niks. Bij de bochten verliest hij het meest. Onder nummer 27 is het als het gat naar max 3.6 is. En Norris zit weer binnen DRS van ons. Het gat is 3/10. Wij gaan nog gelijk van lijn veranderen. Maar Norris is slim. Pakt gewoon de toon mee. En kijkt naar de binnenkant van bocht nummer 1. En redt het. Norris redt het net. Kunnen wij hier terug aanvallen? Jazeker. En dit doen wij uit... ja. Uit angst. Uit angst dat Norris van ons wegrijdt. En daardoor zorgen wij ervoor dat wij weer de leiding hebben veroverd. Met nog 8 rondes te gaan in de race. Verstappen op 2.8. Ronde nummer 30 is het. Als de banden wel eraan beginnen te gaan. Ik heb geen DRS meer over. De componenten zijn ook al aan vervanging toe. Daar zit Norris te kijken voor de buitenkant. Maar wordt daar gewoon helemaal de deur verwezen. En Max zit nu echt te kijken. Dat gat is een seconde. En ja, ook hij maakt kans voor de overwinning. Nog 6 rondes te gaan. Mick Schumacher wordt gewoon 5e volgens mij. Kan Sainz niet meer bijhouden. Het gat is 13 seconden. Volgens mij naar ons toe. Volgens mij is het gat naar Sainz en Schumacher 5 seconden. Als ik dat goed zeg. Zitten we in de 33e ronde van de race. Norris probeert het nogmaals aan de buitenkant. Lukt niet. En dan volgt hier dat rechte stuk. En wij hebben ERS bespaard. Gaan hem nog niet gebruiken. En wij schieten hier wel door. Dat ziet Norris. Probeert het aan de buitenkant. Lukt niet. Wordt daar weer flink bij uitgeduwd. En Max Verstappen kan profiteren. In gevecht met Norris voor P2. En is er voorbij. En zitten we in de laatste ronde van de race. Max nog steeds achter ons. Het gat is 18e en kan zometeen met DRS nog een ultieme poging doen om de race-overwinning van mij af te nemen. Hetzelfde geldt voor Lando Norris. Red Bull en mijzelf zijn nog in gevecht voor het constructeurskampioenschap. Gaan hier dus nu sector 3 in de laatste ronde van de race. En daar zit Max. Heeft DRS. En wij forceren hem naar de buitenkant. Daar zit Max te kijken, maar wordt daar flink wijd geduwd. En Norris profiteert daarvan. Lando Norris pakt P2 af. In de laatste ronde van Max. Verstappen gaat daar niet blij mee zijn. Het heeft pech gehad. Wij gaan hier weer een race winnen. Goed gedaan. Pakken ook de snelste racerondepunt. Norris naar P2. Verstappen op P3. Is het op naar de volgende wedstrijd. Great drive. Did it. Good job. Did it. A spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy and to stay out of trouble. Stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure.
Nou goed, hier ben ik dus de uitdruk van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Mexico. Pakken ook de snelste racepunt nog eens naar P2. Verstappen van P10 naar P3. Goed gedaan, Sainz van P12 naar P4 doet hij ook goed. De beide Schumachers in de punten. Zo'n mik voor vader Michael. Dus Schumacher doet het goed. Jammer van Michael, die vertrok van P4 eind op P6. Norris pakt Verstappen, een punt verschil. En wij 86 punten verschil ten opzichte van Red Bull. Dus wij kunnen eigenlijk al zeggen dat de constructeurstitel al binnen handbereik is. Doen het extreem goed. Goed gedaan. 3 uitvallers. Sorry, 2 uitvallers. Perez en Alonso. Team acclaim is level 26, mijzelf level 20. Sorry, level 26. Het team, level 20, mijzelf, level 19, Schumacher. Van alle sponsoren dus de inkomsten binnengehaakt. Jazeker, $1,73 miljoen erbij. Helaas heb ik wat schade gereden. 10k misgelopen. 9k erbij. In totaal $15,42 miljoen op de bank. Kunnen we het contract van Schumacher misschien open gaan breken of een andere rijder gaan kiezen voor seizoen 5? Dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me hoe je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F122 My Team Grammar content. Ons doel is behaald. 165 abonnees is binnen. Dus laten we pushen naar die 170 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd? Gewoon even doen voor wekelijkse My Team Remote video's. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een video heb geüpload. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruiker staat in de beschrijving. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was Giannan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.